Hier nu Chamber de lane in lopen, denk ik gewoon om het uit te pushen. Wat pressure te zetten op Knight. Maar laat zich hier zien. Helpt Razer met het uitpushen dat hij kan backen. Knight die vindt hem de bubble en hier komt de gank. Dit is gevaarlijk. Kijk, die extra damage van de Sleepy Trouble Bubble. Razer gaat best wel low. Kan Knight hier iets vinden? Mooie flash of first blood voor Dibu. Raakt er de auto. En een beetje een risico, zeker met de Graves die... niet per se de allersterkste ganks heeft. Ja, hier komt wel de engage op Kamal. Gaat met heel, heel low. De Ignite samen met de laatste auto-attack. Volgens mij, want Chamber die heeft een red buff opgepakt. En het lijkt me niet dat dat de botlane red buff is. Oeh, die bump in enemy team. Hier komt de... Maar dat is een heel mooie wind. Wel, drie mensen zijn aan het jagen naar Knight. Wilt hem traag niet opnieuw die sidestep. En dit is de clip van Sector 1. 3-2 collapse inderdaad, Maurits. En gaan ze het effectief winnen. Knight flasht erin. Vindt daar Chamber met de collateral damage. En nu is het Knight. Kan hij hier nog in gapen? Kunnen twee smites beschikbaar. Ik denk dat ze erbij moeten laten. Ja, Mira gaat hier nog neer. Ja... Ook geen assist, hè? Nee, absoluut niet. Knight pakt die zelf van rustig. Had die engage direct de knock-up op die one. Dat was een shutdown. Phoenix probeert er nog de frontline voor Sector 1. Maar uiteindelijk gaan ze moeten opgeven. Practice kan nog heel veel damage doen. De rockets op Chamber zijn net niet genoeg om neer te halen. Killer zinkt in de backline van Practice. Normaal mag je dit niet doen als een AD carry. Maar ze voelen zichzelf verzekerd. Sector 1 Saver probeert daar een engage te zoeken op Aristocrat. Knight flasht over de muur. Vindt daar de tag en Aristocrat. Gouwen. Al met al Sector 1. Het is weer een ontzettend sterke performance. En nu begint de Guardians ook foutjes te maken zoals deze. Ja, Dibu die niet een knock-up gezien. Die dive, ja, Aristocrat jongen. Ik denk niet dat je hier levend uit gaat komen. Nee, Saber gaat erin. Tank de turret heeft een breakable. En dit zou een kill moeten zijn voor Sector 1. Niet te overenthousiast is. Ja, dat het dan vervolgens tot deze resultaten lijkt. Dat is omdat het Sector 1 is. En hier weer een herhaling daarvan. Ja, Dibu gaat wel nog proberen heel hard zonen. Kijk, Razer hier. Wat ik al zei, ja, Guardians, het is jammer, maar laat het je niet te veel demoraliseren met Engage op Knight. Ja, Knight moet er uiteindelijk wel uit de fight. Flash is Saber probeert er te tanken. Meteen, je wordt Kammermal erop geblazen. Blast kon gebruikt en Mirai moet rennen voor hun leven. Brussel Guardians gaan deze fight niet meer winnen. Flash over de muur van Chamber. Phoenix zegt, ik heb ook zo één op cooldown staan. En nu kan hij gewoon de fight hier doorgaan. Dibu pakt hem er ook nog. Voortzetting van een perfecte record sinds het begin van de Belgian League. Ja, hier gaan ze nog wel even nodig hebben dat ze met deze wave al de Inhibitor kunnen pakken. Saber gaat een engage vinden, Dibu. Aristocrat springt over de muur, maar vindt niemand met de NAR. En kunnen ze hier nog wegraken? Sleepy Trouble Bubble zorgt voor zoveel zoning potential. Hier komt de Last Breath. Kunnen ze deze overleven? Dibu net wel. En Phoenix zit hier gewoon aan de Nexus turrets te kloppen. Sector 1 gaat daar in Practice met de Killer Instinct. En iedereen van Brussels Gardens wordt gewoon teruggeduwd op de Fountain. Kijk, Practice deze fight gewoon winnen. Een double kill voor de AD carry van Sector 1. En deze game is nu toch echt wel gedaan. Sector 1 komt ongeslagen, maar met een eerste game toch terug in de Belgian League.